Hè? En die bruggen, ja, de bruggen moesten afgebroken worden. Nou, houten bruggen, op houten paden, dikke paden, dat wel, stevige bruggen. De reling werd afgebroken, de dwarsliggers werden afgebroken en weggegooid of over het kanaal gekiept. Maar de pilaren, die lieten ze staan. Met het gevolg, en dat hebben we gezien hoor, dat is echt waar, legden de Duitsers grote schuurdeuren over die palen, konden met hoge voeten eroverheen wandelen. Ja, er zijn toch van die dingen waar...